Jongen, jongens, wat is dit geneten? Joodse, Japse, gekke, Franse, trek die leien schoon maar goed. En ze bij je lekkerste van sangria met mayonaise. Hoor, lekker. Veel lekkerder als frikadel speciaal, je sangria. Omlok in ze boete kriegen. Ja, en het is lekker druk in Holblier. Ik neem voor de kans stonden mensen riediek af te wachten wat kommigheid. Ja, en jullie groeten optocht in het jubileumjaar, 4x11 jaar de Poerker. Hebben zich heel veel mensen opgegeven om mij te trekken in de groeten optocht van de Poerker. Ja, het sloedstuk is natuurlijk voor het prinselijk dreespan. Zie gewoon geneten, geet dat ook. Hopelijk kiek lekker met ons mee. De gouden wagen, wat blinken toch mooi. Hij is goed de schop gehold. Hij is gepoetst. Hij is gans zuiver gemaakt. Ja, voor dit hoogtepunt van de Holblierse van Sloven. Ja, die wagen is hetzelfde als voor de Gio. Maar wees tijd daar boven op die keer. Dat is een nieuw gezicht en we gaan eens even kijken. Misschien kan de muziek wat zacht hoor. Ja, hij is ervaren. Tenminste, lijkt dat je hem ervaren ziet. Je ziet een beetje een ad interim ceremonie meester. Ja, ik mag de noerigheid vervangen. Hij is dit jaar gevraagd als prins. De Daltons mochten de prins leveren en de noorgeit, de ceremoniemeester, die was in dit geval Eurevuurganger en die is nou als prins gekozen. Dus die sluit hem op de gaaf, de ceremoniemeester, de echte, die sluit hem af en ik moet hem nou eindelijk keer voor gaan. Bevelde een beetje? Ja, dat kan eigenlijk iedereen zeggen, maar het valt toch wel tegen. Hoor. Respect voor wat hij 11 jaar gedaan heeft, 10 jaar en nou het 11 jaar als prins. Maar het is wel leuk werk, joh. Beste ceremoniemeester, ik was op de jubileumreceptie. Ja. En daar heb ik meegekregen dat je de nieuwe weert en dat je de komende 11 jaar de optocht gaat openen in Holblieren. Ja, dan heb ze niet goed geluisterd wat ik zou 22 jaar gaan doen. Dus ja, daar is nog 21 optochten te gaan, maar mij beveelt het goed. We zullen wel zien. Ik denk dat er best wel een andere goede vervanger komt voor Patrick. De hele 10 of 11 jaar goed gedaan. En daar zien we hem dankbaar voor. Dus wat dat betreft... Veel succes. Nou, dat geit de heer. Het was even een diepte interview met het verdiende, want hij neemt de plaats in van de huidige ceremoniemeester. Dit is dit jaar prins van de Poerkerplak is. Ja, en achter de wagen komt dan de collecte. En de collecte, dat duidt ieder jaar een andere vereniging. En dit jaar is dat HBSV. Wat ook bijzonder is in Holblierik dit jaar, is dat er 3 grote verenigingen jubileum hebben. De Poerker 4x11 jaar. Afgelopen jaar de fanfare, de echo die 100 jaar bestonden. En komend jaar Holblierik, de Holblierikse voetbalclub HBSV, besteedt 75 jaar. En ze mogen vanmiddag wat geld ophalen om dit jubileumweekend op 31 mei en 1 en 2 juni ook wat extra uit te kunnen pakken. Douw wat in die bus en laat die mensen een lekker feestje gaan vieren. Eerst een muziekgezelschap in de optocht. En het duidt me toch goed om te kunnen zeggen dat er nog altijd joegskapellen weer opgericht. Deze joegskapel stamboet 2010. 3 december hebben ze hun eerste repetitie gehad. Het is een kapel maar leeg uit de ganse gemeente hoe het groeit van Louise dat nemen. Ze repeteren en blierik en ze heten einde te weinig. En dat slijt erop dat er eigenlijk altijd een pilsje te weinig weer besteld. Dus dan wordt er ook weer gerookt bij einde te weinig. En zo komt dan een naam tot stand. Maar ze kunnen ook heel goed muziek maken, dat huurt geen oog. Laten we maar eens gaan luisteren naar die prachtige klanken. We kennen ook anders het geweldige lied worden vastgelovend, altijd mijn buurt geüppend. Hallo, hallo, dit is weer vastgelovend. Singele boom. En Kieks is door die Holblierse stroot te trekken. Oh. Nu gaan we weer getuigen van zien wat je doen ziet. Ja, dat is een... Okay. Oh, wat piept ik. Oh, piept ik 23. Ja. Ja, en dat zien 2 fasen die een kunstje doen. Fasen spelen altijd in hè, op het publiek. Ze betrekken de mensen neer voor de kant op. En ja, hier staat Jack Nienhuis Vermeek, een prominent poerkerlid.
Wie jij nemen nog? Please allow to introduce myself. I'm a man. Well, I'm Taz. I'm Mr. Gray. Hello. Mr. Gray. Yes. Mijn English is not so very good. Maar misschien kan ik perhaps het over lyrics plat proberen. Probeer maar plat, maar ik kan graag in Engels. Maar oké. Het boek, de bestseller. De bestseller, de top onder de vrouwen. Weet je, gaan vrouwvriendelijk vandaag. Gaan vrouwvriendelijk. En heb ik ook eigen vrouw? Heb ik ook eigen vrouw ook een beetje onder controle vandaag? Ja, die moest ze eerst hebben. Die wil met zo'n dag moest ze geen vrouw hebben. Oh, dat heb je goed geregeld. Je ziet in een echte Mr. Gray die nog beschikbaar is. Ja, ja. Kijk, maar wij kennen die tenten kennen we al lang, hè, dat boek. Wij mannen weten al lang dat ze een vrouw af en toe met een peitsje moest houden, anders lust het niet. Kijk eens, zet ze nog eens ver om oesproken. Ja, wij mannen weten al lang dat ze handen moest boeien. En dan zitten met die hatten overal aan. En als we de stad gewoon weten, de vrouw moet de blind ook. En kopen die alle winkels leeg en dan stikt de portemonnee leeg. Weten we allemaal. Kiegens. En wij zijn ook ultieme genot op zoek. Het eerste grieze hurken bij de vrouw. Het eerste grieze hurken. Gang op zoek. Met 50 tinten, ongelooflijk. Gang op zoek. Ja, wat is het toch geweldig. Hè? Inspelen op de actualiteit. Het boek, de bestseller. Die miljoenen keren over de toermang is gegaan. En zij zien op zoek naar het grieze hurken in Hoogleer. De eerste wagen in de optocht, het is Kiet Schaveld met nummer 8. Vorig jaar waren wij vijfde, dit jaar zien wij slechter. Het is een vriendengroep uit Boulder, die bestaat 5 jaar. En duidt ook al 5 jaar mee in Hoogleerik. En ze proberen eigenlijk een slechte prestatie van vorig jaar te evenaren en het nog slechter te doen. Ja, en Dennis Vastelovend, altijd krangzum, altijd andersum, proberen de dingen op te pakken. En dat doet deze club ook. Ze hebben een prachtige wagen gemaakt. Ja, dat is een Skiert Schaveld is hij. En dat zien die jongen uit Bola, die doen al 4 jaar of 3. Ja, ik heb het al gehuurd, hè. Dat zelf al omgeroepen. Goed Boulder in de vriendengroep. 5 jaar lang doen ze dus aan mij. En ze hebben het grootste plezier en hopelijk blijven ze nog lang meedoen. Hey en Hoogleerik. Dank je wel. Ik geef op zijn tegen. Met nummer 9, vriendenclub half groep dames en heren die gedeeltelijk afkomstig zien uit een Bokend. En dan de andere helft komt uit Hoogleerik. Ja, en als ze dat bij elkaar goed, dan krijgen ze eigenlijk vriendenclub half En ook ze betrekken de mensen even de kant op bij Kiegens aan. Ze zien een pronken en ze zeggen, dat pronken doen we zelf in het jubileum, joh, 4 keer 11 joh, de Poerkamp. En als verslaggever moesten ze natuurlijk altijd meedoen. En Kiegersby, chic dat ze erop stond. Er is niks halfs aan. Ze doen het helemaal perfect in Hoogleerik. En ze zullen ongetwijfeld mee gaan doen voor de prijzen. En ze zien hen studeren naar de prinsen van de Poerkamp. 44 prinsen zien er al geweest. Ja, en voor op de tractor zitten hier van Wielik daarachter. Zien een goede kameraad, Jacques Nix met de microfoon in de hand. En daarachter dan weer de fantastische groep van de buurtvereniging De Driehoek. Ja, en een groep die eerder jongen heel groot uitpak in Hoogleerik en ook al heel duidelijk in de prijs is gevallen. Zoals gezegd, ze studeren en ze testen eigenlijk de kennis van de mensen hier van de kamer. Wat weten die allemaal over die prinsen van Hoogleerik? En deze groep heeft aardig wat ervaring, want ze hebben al aardig wat adjudanten en prinsen veld gebracht in Hoogleerik. En ze stonden er prachtig op en een kind zou ook zien dat de kleur zwart niet altijd verkeerd heeft te zien. Het zwart met oranje en groen, dat komt vandaag prachtig tot uiting. Fantastisch groen. Ja, terwijl de laatste twee leien van de Driehoek door het beeld lopen, zien we de grote roeien brandweerwagen in het beeld komen. Met bovenop de hieren van Joekskapel, 3 dagen Ja, en dat is toch wel een hele aparte kapel. Ze zien eigenlijk ook een beetje hofleverancierend weer van prinselijke dreespannen in Groot Venlo. Vorig jaar mensen bij de Tuifste bij en een keer had je dan bij de Wortrepe gehad. En dit jaar het prinselijke dreespan geleverd aan de Wien. En kijk eens wat ze er plezier in hebben. Een feestje maken ze met de mensen even de kant. Tof dat je in Hoogleerik aanwezig ziet. En ik hoop dat je niet te veel opgoot de komende dagen, maar dat je vooral veel muziek.
muziek terug maken. Ja, zolang ik al het commentaar mag doen, midden op de knop, blier ik eens Lambert Segers van de partie. Ah, zit ik ook op Facebook? Nog niet. Ik wel, ik zit op Facebook. Maar wel steek mijn vriendje weer. Hè? Ik dacht dat we dat al waren. Ja? Oh, maar wacht. Ik zal je een mail sturen ter bevestiging. Wacht. Jo. We wachten af. Wat gaat er gebeuren? Ja, Lambert Segers is alt-prins van de Poerkeren. Echt een hoopliertje. Misschien kunnen ze nog een keer even doen. Dan doen we dat opnemen een beeld. En uit de cameraman. Let op, cameraman. Kijk naar mij. Okay. Ja. Ja, hij heet altijd wel ludieks. Ik heb geen vriendje meer nou. Hè? Nou zien we geen vrienden meer. Maar volgend jaar een nieuwe kans. En een nieuwe ronde. Hij gaat tot een optocht en hij betrekt ook die mensen langs de kant weer op een fantastische manier bij. Ja, dat zien toch de krenten in de pap. Hè? De vaats, het wiel, zoet duk, gezag. Zie kleuren dan op toch juist extra. En zorgen dat de mensen neer van de kant ook echt op die betrokken weer. Ja, en een optocht van Hoopblier. Ik zie hem ook heel dicht van die grote vrachtauto's met opleggers. Dat is ook echt iets kenmerkends, vind ik, voor deze optocht. Met die grote borden nog altijd voor op de vrachtwagen. En op dit bord staat Keert voor Geld, de Poerker 4x11. We hebben het belies voor de receptie bijna klaar. Deze vriendengroep uit Borden duidt al jaren mee in Hoopblier. En dat is toch leuk om te zien hè, dat de mensen uit Borden toch zo geer naar de Poerkerplak komen om hier vast te vieren. En ze spelen dus in op het jubileum van de Poerka. Ja, en toen we het beer in beeld zien, kan ik even mijn fout herstellen. Want het is Keert Vergold. Vergold, en niet wie ik dat al jongen zeg, Keert voor Geld. Excuses aan deze heren. Vanaf nu zal ik het eerst keer goed gewoon zeggen. Ja, ze hebben er een rap tempo op zitten, de Zalando Boys. Ja, we kunnen misschien even gaan storen. Ze stoppen al. Hier, hey. Ik zei al, je hebt een aardig tempo erop zitten. Ja. Je moet natuurlijk pakketjes bezorgen. Ja, het gaat zo snel. Gisteravond gebeld, Zalando. En we hebben voor 4x11 van de Poerk hadden we bedacht. We komen gewoon met alles wat we hebben om hier die mensen even een beetje te amuseren. Dus een soort peksjes over eigenlijk. Een peksjes ben ik vandaag. We hebben toevallig ook een peksje voor dich. Ik weet niet of ze het in ontvangst was nemen. Ja, zeker. Ja. Moet ik ergens tekenen? Ja, nee, absoluut niet. Hoe sta ik alleen maar de deur op te maken? Ik zet hier even mijn krom, zet ik hier even weg. Maak we even dicht de deur op. Ja. Tuurlijk. En binnen te komen. Moet ik ergens aanbellen? Alleen even bellen. Even wachten tot het los. Ja, en alles voor de show natuurlijk, hè. Oh, ja, ik ben er klaar voor. Dan komen we hier. Het is een feest voor de voorkant. Zalando Cup op het schijf brengen. 4x11 jongen, dat is onvoorstelbaar. Oh, kijk eens. Dat is een mooie kleur, goed, zeg. Dat is verdomme, man. Niet alleen daar. Maar vraag je. Oh, ik ben nog een beetje versierd ook nog. We hebben het versierd. Hartstikke goed. Wat is dat toch fijn om hier op de poeken te pakken? Ja, moet ik ronddraaien? Wacht. Doe het even, dat is paas. Een kleine chaos hier te poeken pakken, maar dat maakt niet goed. Ik moet gewoon doorlopen. Ja, we doen goed mee. De cameraman loopt mee en we lopen gewoon fijn over de poerkenplak. We bouwen een feestje. Hier van Zalando, fijne optocht gewenst. En we gaan verder met het volgende nummer. Kijk eens wat een jonge bestuurder zie je op de tractor. Ja, dat mogen allemaal, want dat zien dames uit de boken. Ja, en in een boken zien ze het geduurd. Natuurlijk gewend om een tractor te rijden. Prachtig kerkdeur, wat ook tegen Blierig en Onblierig aanleent. Dat zien de dames en heren van de Wortelen Schrabbers. Ja, en inderdaad, je hebt me goed verstaan. Ik zei, de Wortelen Schrabbers doet een boken. Zeer bijzonder dat die in Hoopblierik meedoen met de opdracht. Ze zien verkleed als bijen en ze zeggen wie vliegen als bijen over naar Hoopblierik. Want we willen tijdens dat jubileum joh, door Wallace meemaken wie er vast loopt wordt gevierd. Hartstikke leuk dat ze in het kader van het jubileum naar Hoopblierik komen. En ze hebben natuurlijk zelf ook een jubileum, hè. 3x11 joh. Dus het is ook niet de minste club. Ze hebben ook al een gigantische historie opgebouwd. Tof dat je dat ziet. Ja, en dan komt de eerste Hoopblierikse hond van de
de dartclub is het, hè? Ja, zeker. We zien van de dartclub, ja. We zien de afdeling Estrella's. En je hebt een prachtige... Ja, hoe heet het ook alweer? Ja, Solix is het, hè? Ja, een Solix. Ja, en dat is nog net voor Minantiet, hè? Ja, voor mij ook, maar ja. Ja, dat dacht ik ook. Je ziet er erg jong goed. Ja, dank je. Je ziet een jurk ouder als met je, hè? Ja, bijna twee, denk ik, hè? Ja, zien het er toch weer? Ja, het is echt twee. Hoe vies je dat dan nog, hè? Ja, ze zien er mee met nummerke 16. En ze zeggen dus... Nonde knetter. Kind het nog vetter. 44 jaar de poerker. Veer dikke nonnen die verbetrekken. En eigenlijk zeggen, wat ga je dat toch halen op de poerkenplaak? En kijk maar goed, want Vullers werd de buurster nog van de Veude afgereden. Ja, nou, ik zei net, de wortelenschrappels zien er al op hier gekomen. Maar ook ja, de pauze, hè. Kijk maar zitten. Misschien kunnen we heel even door het dak vragen. Wie ga je dit maar door? Ja, lekker warm hier, hè. Heerlijk. Heb je de verwarming aan, Storm? Nou, deze pauzemobiel heeft geen verwarming meer. Ja. Je ziet zelf het kerkhok, hè? Wat zeg je? Je ziet zelf het kerkhok, hè? Jawel, ik ben de weer aan het tegenhoes. Jawel. Hopelijk heb je niet te veel crisis met deze dag. Nee, maar het gaat goed nu. We hebben wat centjes over van de wagen verkopen. En, We wensen nog een hele fijne optocht. Kijk eens. Het pauzemobieltje. Ja, wat is een optocht zonder muziek. Ze zien nog weer bij de Nijt en Haspel, maar op de zondag voor de Vasselo van Heijden ze Joeske Bel de jaren van vaart. En ze is dan altijd garant voor een prachtig stukje muziek. En ze staan op de prachtige Lego-truc van Barry. Barry die eigenlijk in de rol van de poerker zit, maar vandaag een uitzondering heeft gemaakt. En Joeske Bel de Nijt en Haspel voor de strote trek. We zijn aanbeland bij nummer 18 in onze spiegeltent 4W4x11. Maar de gekste kloon, ja, die is het toch echt zelf. Vriendenclub en vriendengroep Kinnet. En ze zijn ook altijd present in deze Albeerkse optocht en hebben een prachtige wagen gebouwd. Grote kloons op de wagen en die beelden dus goed. Mensen bedenken ook de grootste kloon en de gekste gek bij zelf. En ze spelen nog in op natuurlijk dat prachtige jubileumweekend wat de poerker een paar weken geleden heeft gehad. Er stond bij de Elzen een fantastische oude spiegeltent. En ze zeggen, wie bouwen die met deze dag goed nog in de krop? En dat was een fantastisch feest. Dat feestje dat willen we nog een keer gaan beleven met alle mensen even de kant. Ja, en dan hoe ik bovenop de wagen de keertrekkers van de club. In het midden van een groot confetti knom waar ze het mee kunnen laten sneeuwen. Kijk eens wat een prachtige kloons. Mooie peksjes, leuke pruksjes met kleine hutjes en wat smink op de snoet. En als toetje op de kers, of kers op het toetje, wie zit ze dan ook alweer? Op de neus een stukje van de ballon om het gans feestelijk af te maken. Ja, je mag er groot op zien wie Georg vandaag in een Olbrief zijn optocht presenteert. En een prachtige groep. Ja, dit ziet er een beetje blikkerig uit. Het is groep het buurthuksje. Dat is een buurtvereniging. Goed, de oude kern van Holbierk. Ja, die mensen die kriegen dus alles mee wat er in dat dorp gebeurt. En ze zien ook altijd van de portier als de prins hoe doet geroepen. Dus ze zeggen eigenlijk, het publiek langs de kant mag mij gaan blikken naar de oude prinsen van Holbierk. En dan kunnen we toch zien dat het thema oude prinsen veelvuldig terugkomt in deze opdracht. Ja, dat zien dan toch ook weer de hoofdrolspelers van de Vasteloven. Dus die mensen die verdienen ook een ereplaats in het jubileum. Ja, dat is Vasteloven. Het zijn meestal de simpele ideeën die het grootste effect hebben. Kijk eens even, we spelen alleen op hoogniveau. Veer hier die muziek maken die in een, ja, in een bak onder een ijskraan stond. En een moeilijk weer geteeld. En ja, als het in bang moeilijk heet, dan zien we weer achter het stuur zitten. Dat is Sjaak Keunen. Die is eigenlijk de orkestleider van de Hofkapel van de poerkoop Bandoeze. En hier is een aantal muzikanten in zijn bakstom. En ja, riet hij op een hoog niveau door de Hofbeerkse stroten. Fantastisch idee. Ja, kijk hem eens glunderen. Ja, ik kan dat recht goed zien. Sturen en broten, ik ken het allemaal. En hij is gelukkig. Het is een echte poerke man en heren en nieren. Die
achter het stuur zit. Ja, nog weer in een fase. Ik ben overvallen. Mich, hoe je ze neemt. De muis wil met mij, hoor. Hallo. Nou, het wil mij ook niet, blijkbaar. Nou ja, het gaat wel weer. Het gaat zijn route vervolgen. En kieken mislopen. Gans alleen. Het zal ongetwijfeld niet alleen blijven met deze dag. Hier, Kelep. Je zit over de eerste keer mee in de optocht. En kieken ze een prachtige wagen. En ze zeggen van ja, allemaal die jubilea, die drie jubilea dit jaar. Dat kost de mensen allemaal keiveel geld. Maar zeggen ze, door ons ziet je niet zoveel geld kwijt, want met ons kind ging namelijk ook vast op een vieren. De eerste keer op een, met een prachtige wagen. En we roepen er dan nog op om volgend jaar zeker bij mij te doen. Ja, nummerke 23 in de optocht, dat is vriendenclub de Dupkes. En de Dupkes doen al 11 jaar mee in de optocht. En ze hebben dus al 11 creaties gemaakt de afgelopen jaren. Ja, en ze zien op het creatieve idee gekomen om allemaal die packsjes van de afgelopen jaren nog eens uit de kast te halen, van de zolder te halen, die aan te trekken en de mensen te laten zien wie ze de afgelopen 11 jaar door de strot hebben getrokken. De groep komt oorspronkelijk uit Blierik en haar toezong is een Egelantier. En een Egelantier, dat is het wiekgebouw in de Klingerberg. Ja, nummer 24, de Dolomina's. Ja, ik heb het al heel duidelijk gezegd. Dat is eigenlijk een beetje een hoogtepunt voor mij altijd in deze optocht. Het zijn 7 dames die al 7 jaar lang meedoen in deze optocht. En altijd super opstaan en super goed zijn. En ze hebben dan nogal duk de eerste prijs gewonnen. Ze zeggen, wie pronken dit jaar op de goede luipen. En ze pronken natuurlijk speciaal voor de poerka die 44 jaar bestond. Ja, we zien in beeld nummer 26, daar zien we even 2 nummers door elkaar gehold. Op nummer 24 zien we dadelijk het jeugddreespan van de poerka. En op nummer 26 de vriendenclub van dit dreespan. En ze zeggen dat ze de prijs niet op het land laten stonden, maar ze laten dit op hun blut schreeuwen. Het heeft alles te maken met het motto van het jeugddreespan. Die zeggen namelijk, laat de prijs maar op het lank, de bal aan de kank en de fiets in de scheur. Dan gaan we door deze vastlopen helemaal ver. Ze hebben als B-baantje namelijk prijpoten. En deze vriendgroep zeggen van ja, loopt de prijs maar op het land, dat verpolen we wel zelf. We nemen de prijs gewoon lekker mee in de land toch in. We poten dit bovenop onze bluts, op onze kop. En we trekken zo voor de prinsenwagen. En we laten zo iedereen zien dat 3 van ons vrienden dit jaar de scepters weien in Hal-Blierik. Tof dat je erbij ziet. Er komt ten eerste een hoerigheid van de optocht aan. Het is de jeugdprins, zoals gezegd, wat ik net al vertelde. De jeugdprins van Hal-Blierik met zijn adjudanten Tom en Niels en Tom. Dus 2 keer Tom, alleen een adjudant Tom, dat schrijft ze met T-H-O-M. Het zijn 3 gezworen kamerui die iedere dag samen op Blarejakum College in Blierik fietsen om door slummer te weren. Ze doen voetballen in de C2 van HBSV, die club die ons jubileum heeft. En ze doen een geer motorbiken. En als ze dan nog een beetje tien uur verblieft, doen ze de spraypoten. Waar we dus net door vrienden ook al mee voorbij zijn gekomen. Maar met deze dag doen ze dat allemaal niet. Met deze dag doen ze dan alleen maar vastlopend vieren. En kijk eens die blije gezichten. Met veel plezier, goeie zee het snoepboer naar de mensen die neven de kans doen. Geniet ervan jongens, en dat is ook gegund. Van de partij, de Blierikse herten, drum van varen, de Blierikse herten moet ik zeggen. Ja, ze zorgen ieder jaar voor dat prachtig stukje muziek. Het is een korps wat bestaat uit 42 muzikanten. Ze zeggen zelf dat ze nog 9 leerlingen erbij hebben die jullie erg zien leren om ook dadelijk goed eindelijk bij dat grote korps te mogen komen. Want ben je al langzaam de aanhuren komen. Ja, die 9 leerlingen mogen dan met die heren en dames van de Blierikse herten muziek gaan maken. Liekt echt dat tof om bij uw muziek te maken. Kom dan eens naar een repetitie op zaterdagavond. Ze repeteren bij de weg. En je kunt huren dat ze dat niet voor niks doen. Dat ze prachtige klanken eruit weten te krijgen. En dan gaan we dus lekker naar luisteren. Leuk dat je er wel bij ziet. En je hebt ook weer prachtige packsjes aan. Dat kennen ze ook in Blierik. Bij die herten moet
goede packages maken. Laat dus ook goede muziek maken. Weer Steun? Ik ben. En dan ben ik denk ik Willem, hè? Ja. Ik geef dat voor de eerste keer mee. En ik groet dat ik wel. We hebben al vorig jaar en het jaar ervoor hebben we ook al een keer meegedaan met de kinderopdracht. Ja, want de kinderopdracht is op dinsdag, hè? Ja. En de kinderopdracht vond je zo tof dat je dacht, want je nu mocht te laat komen, hoor. Ja, want ja, dit jaar zien we, kwamen we op een ziel en achter toen dat we een wagen moesten maken voor de opdracht. En dus toen, ja, daarom dachten we, vind je laat komen. Maar je ziet er wel bij, je. Ja. En vond je er ook weer? Ja, is leuk. Fantastisch, je geniet ervan, hè? Weet je misschien of je in de toekomst moet print weer, hè? Ja, dat weet ik niet. Maar ik zal eens een goed woordje voor je doen bij de voorste, ik ken ik een beetje. Goed. Spreken we dat aan? Ik ook, mijn moeder werkt toch. Ah, oké. Okay. Nou, dan zit ze dichter bij het vuur als mij. Wordt die mam een goed beurtje doen. Heel veel plezier in de opdracht. Ja. En dan zien we je ook ongetwijfeld de komende jaren nog dukkertruc. Hoppa, kijk eens wat een confetti. Hier is vriendenclub Peter Gennepuin die we voorbij zien komen. Ja, en ik zeg het eerder joh weer. Het is echt geen puin wat ze aanbleven. En dit jaar hebben ze dan nog een prachtig motto bedacht. Beelden namelijk het verleden, het heden en de toekomst uit van de Poerkap die dit jaar dus 4 keer 11 jaar bestond. En deze club die doen dus een voorspelling voor de toekomst. Ze denken dat er in de toekomst alleen maar prinsessen op de Poerkapplak zullen zien. Ja, dat lijkt me toch wel een voorspelling waar ik van hoop dat die goed gaat komen. Dan ben ik dan zeker de komende jaren nog bij en probeer ik heel doen op de Prinsenwaag te komen. In ieder geval Beertag en een puin, tof dat je erbij ziet en dat je weer een prachtige wagen hebt gebouwd. Ja, en ik hoop echt dat de glazen bol vanochtend dat hij er niet neerzet. Ja, en we zien de bende van de landen. Ze zien een saaie, want ze hebben namelijk een jubileumbloem gepolt. En ze, ja, we weten eigenlijk al jarenlang dat de Poerkapplak eigenlijk hier de vruchtbare grond is. En de bende van de landen heeft heel lang meegedaan in deze opdracht. Bouwde altijd hele grote wagens. Jaren nog niet meegedaan. Ze hebben kinderen gekregen. Die kinderen die kunnen inmiddels lopen. Dus ze hebben weer besloten mee te gaan. Maar een hele belangrijke reden is dat drie van hun vrienden dit jaar het Prinselijk Dreespan van de Poerker vormen. Ja, en dat is natuurlijk een prachtige reden om er weer bij te zien. Om weer wat te bouwen, een kerkje, een mooie peksjes aan te doen. De heren, dames en kinderen van de Bende van Ellende. Wat leuk dat je erbij ziet. Hopelijk wordt er een traditie in hier hersteld en mogen we nog de komende jaren dakken verwelkomen in deze opdracht. En hopelijk mag die jubileumbloem die je gezaaid hebt of naar God gezaaid, uitgroeien tot iets prachtigs moois. Dat is de wagen van Eigen Wies, of ik moet zeggen dat was de wagen van Joeksgepel Eigen Wies. De Hobliers Joeksgepel die hoos 30 jaar het bestond, maar afgelopen jaar is de kapel opgegeven. Er waren te weinig leden om nog een mooie stukje muziek te kunnen maken. De poeker heeft de wagen even kunnen nemen en loopt de wagen weer goed meegaan in een optocht. Hebben een kapel gevraagd en dat is niet zomaar een kapel, dat is een kapel geregeld, ongeregeld. En ze brengen wat stemming hier in de Hobliers optocht. Op geen leuk dat je erbij ziet. En maak maar eens flink wat stemming heen. Ja, hoor Blierik, duidt het goed bij de mensen. We hebben de pauze al voorbij zien komen, de wortel en schrabbers. Een kapel uit Blierik, we hebben een kapel uit Tegelen net geregeld, ongeregeld voorbij zien komen. En dan nu met nummer 33, we kennen nog anders, het groot Venloos Vastelovensgezelschap, de Drekes. Kijk de wagens op en neer gaan. En daarboven dan
daarna de 10e groet Venlo's naam Jeroen Klabos, afkomstig uit Velde. Hij is vorige week uitgeroepen voor het stadhuis door wethouder Stefan Satijn en is aan een gigantische marathon bezig. En nu dus ook zijn gezicht zien in Hoop-Lierik om hier met de mensen een fantastisch feestje te bouwen. En ze goeie aardig wat snoeboet. Want dat duurt ook bij de vaste lovend. Delen in vreugde, maar ook delen met de snoepjes. En samen dat feestje vieren, dat kennen deze heren en dames van het Rekenswal. Ja, en achter de Drekens, er komen ineens de veerkussen, een nieuw gezelschap. Ja, zeker. En wie is de veerzitter vanochtend? Allemaal voorzitters, dat heb je goed geregeld. Ja. Is het een beetje tof? Ja, zeker. Heb je nog een beetje kunnen onderhandelen met de Drekens? Ja, zeker. We hebben de shower in maat, zijn we gratis. Helemaal geweldig. En wie heeft vanochtend weer de groet van Lucenaar in de toekomst? Of werd je het dan ook goed nog veren? Ja, helemaal. Fantastisch jongens. Hey, veel plezier en we zien ons nog. Hoi. En dan 35 een spiegeltent. Kijk eens, het zien Willy Wortel en Harry de Haan. Het zien eigenlijk heren van Lever Gekker. Ja, zeker. Die heet door de stroot te trekken. En ik kreeg vanmorgen van nog een mailtje. Dat klopt. Want je ziet de pokerrevue opnieuw in het beleven. Ja, zeker. Wij willen de mensen allemaal informeren en laten proeven wie het is om in een tent te zitten. En vooral zo'n schitterende spiegeltent die we dit jaar bij de Els hebben gehad, is echt prachtig. Want zo'n tent heet Venlo niet? Nee, die heet echt... Venlo heeft wel een hoente staal, maar dat is een schitterende spiegeltent. Ja, dat is echt uniek. Ben je al een keer binnen geweest? Nee, laten we eens even kijken. Ik ben natuurlijk zeer benieuwd wat je allemaal uit en ik heb gereden. Waar moet ik naartoe? Gewoon niet in de ziekenhuis erin. Ik moet even in de surveillance bewaren. Dit is de artiesteningang. Ja. Dames en heren, Lucas en Peter, zondag de eerste! Ja, en mijn naam is Sander Matthijssen, ik ben 31 jaar jong en ik stond hier op het podium van de Pronk Revue. Ja. Wat een geweldig gevoel. Geweldig is het, hè? Ja. En daar willen we nog iedereen wat te voelen wie dat is. Maar dit is wel chic, ik denk dat ik hier blijf stond. Wat bleef? Ik denk dat ik hier blijf stond, dat is wel wat. Dus tijdens die lekker warm en droeg. Ja. En een hartelijke backstage is er nog voor. Heb je er ook wat kleppen bij? Ja, zeker. Oké, nou, ik heel veel plezier, ik kom weer terug. Waarheid theater. Dank u wel, Astrid. Ja, nummer 37. Met een grote groep die zich de watermolen overnemen. Ze doen al meer dan 40 jaar mee in de Landtag. En ja, we hebben afgelopen jaar weer een revival gehad van de watermolenfeesten. En ze zeggen, we willen eigenlijk geen watermolenfeest. We willen ook geen vastelovend, maar we willen een echt Hoop-Lieriks beerfeest. Dus we zien ook echt van die prachtige kletjes, de pullen bier erbij. Ja, het duurt er allemaal bij. Als ik een beerfeest wil hebben, dan duurt er ook een grillworst bij, een lederhoze, een fijn mutsje op de kap. En ik denk als ik dit zou zien, dat deze mensen nog geen lekker om het komende jaar het eerste Hoop-Lierikse beerfeest te organiseren. De stemming zit er namelijk al goed in bij deze groep. Ja, en wat ik al zei, een grillwas, die huurt erbij. Dus het zou de watermolen ook niet zien als ze er ook niet aan gedacht zullen hebben. De mensen werden getrakteerd om een lekker worstje. En het ging er eigenlijk best wel in. Maar we stonden toch al in die linnen tijd neven de kant lekker te kijken naar de moeie opdag. Ja, nieuwe gezichten in de Hoop-Lierikse stroten. Het is vastelovensvereniging de Duikeleer. Of buurtvereniging de Duikeleer. Wie ze dan ook wel eens nemen, want ze komen namelijk van de Hosterweg in Lierik. En ze doen extra en speciaal mee vanwege het jubileum van de Poerker. En de Duikeleer duidt ieder jaar mee een Lierikse opdracht. En daarvan weten wij dat ze altijd gigantisch goed uitpakken. En op een fantastische manier van zich laten huren. En dat doen ze vandaag dus ook. Ook in Hoop-Lierik. Speciaal voor de zustervereniging. Leuk dat je hier ziet. Ik weet zeker al dat de heren van de Poerkant dit jullie echt kunnen waarderen. Dat was de muziek. En het is gewoon.
Dus die kunnen allemaal meedoen. Hé hey, jong, Nick Beschel doet het mee, hè? Ja. Wist ik jury ik dan? Ja, heel goed. Ja? Ja. Al van ikzelf? Ja. Hij zou ik wat pieken van mij? Ja. Lachen, hè? Ja. Oh, fantastisch. Oh, lachen, hè? Oh, fantastisch. Hey, 200 euro, dan kan ik mij op de lappen de komende dag. Ja. Fantastisch. Ja. Maar je neemt ook de niks nutten. Ja. Maar ik vind het een kei toffe kerel. Ja. Het beste mijn geldje. Ja. Ja. Zoe Ergentek, je doet voor de eerste keer mee in Alblierik. Ja, en de zus uit deze drie hier die elkaar van school kennen, die lopen lekker mee in Alblierik in een opdracht. En om zich populair te maken, delen ze je geld goed aan de mensen neer van de kant. En door meteen achteraan muziekkapel Didymos. Die garant stond voor een prachtig stukje muziek. Stond op de oude wagen van Joeks Kapel, de Moedwurm. En de wagen die dus al lekker ingereden is. En we zien Joe gewoon mee door de stroom te kunnen trekken. Het is een muziekkapel die garant staat voor een fantastisch stuk muziek. En die ook heel erg bekend is in Alblierik. En laten we eens even gaan luisteren. En wij kennen niet het geurtje Oenje Kloenje, nummerke 4711. Hè? Het geurtje wat vooral oudere dames dukkel dragen of drogen. Deze club, de Luienhoek, duidt mij in de optocht van Alblierik met ongeveer 40 mensen. En ze stonden weer super op. Deze buurt is gelegen aan de Maas. Het zien eigenlijk van oorsprong allemaal oude tuinders. Die altijd heel actief waren en als scherpstaam eigenlijk hebben gekozen om zich dus lui te nemen in plaats van dat ze heel actief zien. Ze zien nu ook weer actief geweest in een Alblierikse optocht. Ik zei het net al, hè, Oenje Kloenje. Ze duwen mensen neer van de kant en de groete ketel die boven op de wagen staat. En de ketel komt dan het geurtje Oenje Kloenje. Dat is dan deze keer niet 4711, maar ze plekken er het getal 4411 op. Omdat Poerker natuurlijk 44 jaar bestaat. En dat geurtje, dat joeksgeurtje, willen ze over de Poerkerplak verspreiden. Dan willen ze de mensen even de kant blij mee maken. En leuk ook om te vermelden is dat deze groep, de Luienhoek, al 44 jaar meetrekt in de Alblierikse Optocht. Ze zien dat dus vanaf het eerste moment mee. Al 4x11 jaar een echte Alblierikse klotskop. Nou ja, dat kennen we aardig zien, ja. Eigenlijk. Ja, wie daar achter dat masker zit, ja, dat weten we niet. Misschien kunnen we toch proberen door wat klank uit te krijgen. Meneer, waar zit je? We hebben met wortelenschrabbers te maken. Wortelenschrabbers? Die komt uit een boekend. We hebben met wortelenschrabbers te maken. Je hebt met wortelenschrabbers te maken. En je ziet hier als klotskop op de poerkerplak, dat ja. Realiseert je ook. Dat realiseren we ook. Is het hier een beetje leuk? Die is heel leuk altijd. Heb je die holte kop van gisteren over nu gehouden? We hebben ze bij de eerder een daagse de kop. Ja, en je gaat vol op de joets? Ja. Je bent zo heel veel plezier als klotskap. Amuseer ook hier in Alblierik, drink niet te veel. Ja, of je zwaal, want hij is toch al in een holte kop. Dus dan kan dat best nog wel wat bij. Nummerke 44 in de Alblierikse optocht, de plekboxen. En we hebben ze even moeten missen, maar ze zien weer truc. En wie? Ze stonden er altijd fantastisch op. Ze zeggen dan wel dat ze geen mensen hebben die kunnen nijden. Maar als we dit zien, dan zit er toch aardig wat creativiteit in deze club. Ze presenteren zich weer op een fantastische manier. En het is een echte Alblierikse groep die voor een achtste keer meedoen. Eerst deze altijd bij van een grote wagen. Die hebben ze vandaag toegesloten. Ze hebben een klein kerkje bezig. Maar we zien dat ze dat compenseren met hyper actief gedrag. Ze rennen fijn door elkaar heen, maar kunnen ook weer heel goed stilstaan. En dat is eigenlijk het moeie aan de vastlopend. Dus als een standbeeld die je kunt laten zien aan de mensen. Maar als het moet, kunnen ze zich natuurlijk ook hartstikke joeksig gedragen. En natuurlijk de plekboxen niet zien. Als hij dadelijk kan zorgen voor een fantastische verrassing. Ja.
Ze hebben een standbeeld gemaakt voor de Poerker. En zeggen, wij zien levende standbeelden en wij dragen de Poerker weer en weer toe. Kiegens, wat een fantastische wagen was afkomt. Nummer 45, de Daltons. En ze zeggen het Dalton trio met 4x11. Dan gaat vierste wie de bierste vanzelf. Ja, het moet duidelijk zien. Hè. Dit is dus de vriendengroep van de drie hieren die op de Prinsenwagen stonden en het sloestak van deze optocht zien. De Daltons hebben jaren moeten missen. Ze zien vandaag truc. Want ze willen natuurlijk een ode brengen aan hun vrienden. En doen dat op een hele mooie manier. Ze hebben groot goed gepakt. Ik denk dat het de grootste wagen is die vandaag in een opbrengst en optocht meetrekt. En ook niet de minste. Alles beweegt, alles draait. Het is een echte jungle, een joeksige jungle met dieren en beesten die ergens voorbij trekken. En achter die grote wagen komen dan de vrienden, de vriendinnen en de kinderen. De Daltons in een prachtig gestreept pekje. Ze dragen allemaal een fijn nummer op het hert, op de borst, zodat we ze goed doen denken houden. Maar dat is met deze dagen eigenlijk ga niet nodig. Fantastisch dat je erbij ziet en dat je ook vrienden zo in het zonnetje zet. We zien de golven pakken van Fanfare, de Echo. Ja, het is al dakken gezakt vandaag. Zie je hem afgelopen jaren 100-jarig jubileum gevierd. Dat deze weer met de Watermeulenfeesten, met twee prachtige concerten in het Theater de Maaspoort. Ja, en vandaag zijn ze natuurlijk aanwezig. Een beroemde golf voor de Prinsenwagen. Roepen de mensen op neven de kanten goed op te letten, extra goed op te letten. Want de nieuwigheid is een aantocht en die verdient natuurlijk alle aandacht. Ja, het is eigenlijk het meest belangrijke van alle onbelangrijke dingen, hè, de vaste loven. Dat heb je ook dikker gezegd, maar we spelen het spel altijd op een goede manier mee. En daarboven op de keer, daar staan ze dan. De nieuwigheid, Patrick Lenzen met zijn adjudant René van Wielik en Hans Beerde. Hans kwam ik vanmorgen nog tegen bij de Albert Heijn met boodschappen doen. Hij heeft alles in hoes geholpen om de komende dag goed te kunnen vieren. En door in het midden kieken we strolen. Patrick Lenzen, hij was 11 jaar lang ceremoniemeester. En de Prinsencommissie heeft gemeend hem in het zonnetje te moeten zetten. Hem te moeten bedanken voor zijn 11 jaar ceremoniemeesterschap. Hij mag als jubileumprins door het leven gaan. Ze stond bovenop de wagen, ze geniet ervan. En ja, ze hebben het zonnetje mee, ze hebben het werkje mee. Ik weet dat Patrick de afgelopen dagen die griep heeft gehad. Hij is bij de dokter geweest. Hij heeft een aardige energiespuit gekregen om de dolle dag toch te kunnen beleven. En ik zie dat die spuit zijn werking duidt, want er is niks meer van te merken. Hij is een weerlijke prins en hij heeft twee prachtige adjudanten neven hem staan. Jongens, geniet ervan. Terwijl je op de achtergrond de Prinsenwagen langzaam uit het beeld ziet rijden, mag ik ook bedanken voor het kijken. We hebben genoten van een fantastische jubileumoptocht. Maar liefst 49 optochtdeelnemers trokken hier door de Hoogbliekse Centrum Stroten. Het zonnetje heeft meegewerkt, de mensen even de kant, die deden lekker mee. Het was ontzettend druk. Ik denk dat de Poerker met recht truc mag kijken op een fantastische optocht. Geen bedankt voor het kijken, blijf ook kijken naar Omroep Venlo, want er komt de komende dagen nog ontzettend veel vast te lopen. Het was geweldig op elkaar. Bedankt. Jongens, wat is dit geneten?